Alfred, welk gevoel overheerst vanmiddag? Ja, goed, we hadden hier graag gewonnen, denk ik. Dat is denk ik zeker. Dus, en als je naar de ranglijst kijkt, is 1-1 natuurlijk ook niet een super uitslag. Maar als je kijkt tegen wie je speelt en hoe de wedstrijd verloopt, denk ik dat we de tweede helft zeker heel tevreden kunnen zijn. De manier waarop we gespeeld hebben en ook hoe we het wilden aanpakken. En ik denk dat het een wedstrijd was met weinig kansen over en weer. Maar de tweede helft denk ik dat we heel goed in de wedstrijd kwamen. Tweede helft zeg je, de eerste helft wat minder. Waar lag dat aan volgens jou? Ja, ik denk dat we wat moeite hadden om soms, zeg maar, als de bal in het spel kwam, de vrije man te vinden. Feyenoord zette op zich relatief goed druk. En daarin waren we niet moedig genoeg, vond ik. En tweede helft vond ik dat we dat zeker beter deden. Wat bedoel je met moedig genoeg? Ja, er waren wel opties om te spelen. En Feyenoord zette niet, zeg maar, druk in echt in een 1-1 situatie. En dan vond ik ons baltempo niet helemaal goed genoeg. En dan tweede helft na rust, denk ik zeker, hebben we dat veel beter gedaan. Ja, wat heb je gezegd in de rust, waardoor het de tweede helft wat beter ging? Nou, we hebben in eerste instantie gewoon dus een wissel toegepast. En dat je aan beide kanten, denk ik, dus nog meer balvastigheid had, zeg maar, met Bergwijn en Tadić. Waar je naartoe kan spelen en dat Kennert en Steven dichter bij elkaar konden spelen. Wat de sfeer, was natuurlijk hoop om te doen aan het begin. Hoe was het intimiderend? Nee, helemaal niet. Ik vond het gewoon een prima sfeer. En ik denk dat dit ook in de arena gebeurt. Dus dat beide ploegen daar geen last van hebben gehad. Fijn natuurlijk zeker niet. Maar wij hebben daar ook geen last van gehad. Want de jongens zeggen ook voor de wedstrijd zelf, want dit moet je kunnen gebruiken. En dus dat is mooi. Om het algemeen met 1 punt naar huis. Is dat genoeg om echt nog volop mee te doen in de titelrace? Ja, zeker. We zitten nu op de helft. We staan 5 punten achter Feyenoord. We zitten op de helft van de wedstrijden. En ik vind gewoon dat ons elftal gewoon, ook zeker nu ik in de tweede helft kijk, dat ze groeiende zijn. Dat ze de afgelopen weken gewoon uitstekend trainen. En ja, goed. We krijgen vandaag ook gewoon eerste helft 2 goede mogelijkheden. Eentje met Jur en eentje met Kudus. En tweede helft denk ik ook dat je eigenlijk de betere partij bent op het veld. Is dan ook een positief punt dat na de 1-0 de kopjes niet omlaag gingen, maar juist omhoog misschien wel? Ja, zeker. Dat gerecht werd? Daarom zeg ik ook dat je voelt ook dat het team goed is. Het zit goed in elkaar en ze tonen karakter. En dat is natuurlijk heel belangrijk om uiteindelijk, als je een goed team vormt, om uiteindelijk je kwaliteiten te kunnen laten zien. Davy, met welk gevoel sta je hier? Ja, toch wel teleurstelling uiteindelijk. Ja, je wil gewoon winnen. Want de eerste helft, hoe kijk je naar deze wedstrijd überhaupt? Ja, de eerste helft was niet... Het was niet goed van onze zijde. Kwam moeilijk van onze eigen helft af zonder dat zij echt ook echt gevaarlijke kansen hadden. Maar dat kunnen wij veel beter. Ja, want waar ligt het dan op zo'n moment? Is het dan vertrouwen ook? Of is het gewoon dat je overtroefd wordt door een betere tegenstander misschien ook? Ja, ik denk dat we niet balvast genoeg waren. Gewoon te snel verloren, te weinig echt ons positiespel spelen. En dan kom je wel meer in hun wedstrijd. Want zij willen natuurlijk gewoon hier hoog druk zetten en het publiek erachter krijgen. Ja, eerst wel deden we dat niet goed. Ja, want hoe groot is dan de factor publiek ook dat je in zo'n heksenketel moet spelen? Nou, ik denk vooral voor Feyenoord is dat gewoon een push. En als het publiek achter hun gaat staan, dan gaan ze natuurlijk naar voren. En dan moet je rustig blijven, dan moeten we er onderuit spelen. En dat hebben we niet goed genoeg gedaan. Tweede helft was een stuk beter volgens mij. Waar lag dat aan? Ja, wat ik zeg, langer de bal in de ploeg, kwamen meer naar voren, meer op de Feyenoord helft. Dat moet eigenlijk vanaf het begin zo zijn. Ja, welk gevoel overheerst dan na zo'n wedstrijd? Ja, teleurstelling, zeker. Ja, 1 punt, terwijl je het liever 3 wil hebben. Het lijkt me echt met de pest in je lijf. Ja, kan niet anders worden, klopt. Voorgaande wedstrijden was het vaak als jullie tegendoelpunt kregen dat dan de kopjes omlaag gingen. Het gebeurde vandaag niet. Is dat dan het pluspunt wat je meeneemt? Ja. Tuurlijk, maar dat moet altijd zo zijn. Dat moet niet iets apart zijn. Dat moet gewoon standaard zijn. Je kan ook denken aan de andere kant, als we dat nou gewoon ook voor die goal hadden gedaan, dan hadden we waarschijnlijk gewonnen. En ik denk dat we het zo moeten zien. Hoe is dan de sfeer in de kleedkamer na afloop? Ja, bedrukt. Ja, teleurgesteld. Ja, je zit er redelijk doorheen, zo te zien. Ja, het is gewoon, je wil gewoon winnen, klaar. En zeker zo'n wedstrijd. Ja, je wil gewoon winnen. Mis je dan soms de wil om te winnen bij andere spelers? Nee, helemaal niet. Want ik heb vandaag zeker een wil om te winnen gezien. Ik denk niet dat een probleem was, maar we moeten wel beter gaan voetballen. En dat jij weer beslissend bent, weer belangrijk bent, is dat nog een pleister op de mond dan misschien? Ja, interesseert me echt niet wie de doelpunten maakt als ik eerlijk ben. Je wil gewoon winnen, je wil kampioen worden en daar ga je met z'n allen weer voor. Kortom, donderdag, Volendam. Met welk gevoel ga je richting die wedstrijd? Ja,
van de mat vegen moeten we die. Ja. Het is niet anders. We moeten gewoon gas geven en geen excuses meer. Daar wil ik niks meer van horen. Geen excuses.